Nou, goedemorgen allemaal. We gaan maar gelijk beginnen naar de brief van 1 Thessalonicenzen. Want daar zijn wij vorige keer gebleven. Ik heb dat toen niet afgemaakt, was wel de bedoeling. Maar ik ben toen gekomen bij 1 Thessalonicenzen 4, de zegeningen in de Thessalonicenzenbrief. En daar komen we bij hoofdstuk 4 vers 13 tot en met 18. En de Thessalonicense brief is dus een brief die eindigt elke keer met de hoop. Zo ook hier in hoofdstuk 4. En dat is toch een zegening voor ons, dat wij die hoop hebben. Als we weten ook wat die hoop precies inhoudt. En Paulus laat dat zien hoe dat in zijn werk gaat, in deze brief. En dat besteedt hij, 18 besteedt hij dus 5 versen aan. En dat wil ik even met jullie doornemen. Maar wil ik eerst met het gebed beginnen. Vader, dank u wel. Vader, voor alles wat u voor ons gedaan hebt door uw Zoon. We danken u dat we de Heilige Geest hebben ontvangen en dat we uw woord hebben. Vader, dat uw woord ons mag licht geven, ook op deze dingen. De zegeningen die wij hebben in de Heer Jezus Christus. En dat wil ik vragen danken. In Jezus' naam, ons Heer en Heiland. Amen. Ja, het onderwerp, de zegeningen. En dat is allemaal de basistekst, hè, is Efeze 1 vers 3. Dat wij zijn gezegend met alle geestelijke zegeningen, waar? In de hemel, in Christus Jezus. Geestelijk en in de hemel. Die hebben we allemaal gekregen. En dat is, Paulus wil dat wij dingen weten. En we lezen natuurlijk altijd Efeze 1, die vers die daarover gaat. Maar we kunnen dus natuurlijk in elke brief, kunnen wij die zegeningen vinden. Dus als je 1 Thessalonicenzen 4 vers 13 erbij pakt. En ik heb er vorige keer aan het eind al iets over gezegd. Want Paulus schrijft in vers 13, ik wil niet dat gij onwetend zijt van degene die ontslapen zijn, zie je? Hij wil dat we dat weten. Opdat gij niet bedroefd zijt. Het gaat over degene die gestorven zijn, de broeders en zusters. Nou, dan ben je bedroefd, ja, als ze wegvallen. Nee, kijk, gelijk als de anderen die geen hoop hebben. Zie je, dat is het verschil tussen de gelovigen en de ongelovigen. Wij hebben een hoop, ook in de dood, of als een geliefde wegvalt. Die anderen hebben geen hoop, maar wij hebben wel die hoop. En daar gaat dus die toevergadering of de opname over. Want indien wij geloven dat Jezus gestorven is en is opgestaan, dat moet je dan geloven, dat is onze hoop, heb je dan. Want kijk, al zo zal ook God degene die ontslapen zijn in Jezus wederbrengen met hem. Degene die ontslapen zijn. Dat zijn degene die slapen. Dat wat slaapt er dan? Nou, als wij sterven, wat gebeurt er dan op dat moment? Wat betekent de dood? De dood betekent gewoon scheiding eigenlijk, hè? Een scheiding maken. Nou, dat klopt, want wat gaat er gebeuren als ik sterf? Dan verlaat de geest en de ziel mijn lichaam. Die gaan weg. Het lichaam blijft achter in het graf. En dat noemt de Bijbel slapen. Rust. Dus je lichaam rust. Wij geloven niet in de zielenslaap. Dat wordt ook gezegd, hè? Dat je gaat in het graf, je gaat dood en dan, totdat je eenmaal komt. En al die tijd ben je in een staat van onbewustzijn. Dat is absoluut niet wat de Bijbel leert. Paulus zegt ook dat als hij sterft, hoe zegt hij in Filippenzen? Ik wil het even in mijn hoofd zeggen, Filippenzen 1 vers 23. Want ik word van deze twee gedrongen hebbende begeerte om ontbonden te worden. Ja. En met Christus te zijn, want dat is zeer ver het beste. Dus als je ontbonden wordt, als je het lichaam verlaat, dan ben je onmiddellijk bij Christus. Dat is wat de Bijbel leert. Je leest trouwens ook in de Openbaring, dat dan zie je de zielen die onder het altaar liggen in de derde hemel. Die zijn gestorven in de grote verdrukking. En dan zie je, die praten dan tegen God. Hoe lang nog, heren? Dus als je sterft, ben je gewoon volledig bij bewustzijn. Je bent direct bij de Heer, alleen niet je lichaam. Die wacht nog op een toekomstige verlossing. En dat is waar Paulus hier ook over spreekt. Ja? Het is de verlossing. Als jouw lichaam slaapt, dan ligt dat in een vredige conditie, om het zo maar te zeggen. Rest of rust in vrede. Maar ja, je weet, na zoveel jaren, op een gegeven moment is daar natuurlijk niks meer van over, van dat lichaam. Dan is het gewoon weg. Is verteerd, is door de worm opgegeten. Zo gaat het nou eenmaal. Nou, als je kijkt, als je kijkt, want dat zeggen wij u,
door het woord des Heren, dat wij die levend overblijven tot de toekomst des Heren, niet zullen voorkomen degenen die ontslapen zijn. Zie je het? Dus als de Heren komt, dat kan nu zijn, nou, dan gaan wij zo naar de Heren toe. En degenen die ontslapen zijn, die zullen dan, geest en ziel, zullen dan weer herenigd worden met het lichaam. Het zij dan wel een veranderd lichaam natuurlijk. Een nieuw lichaam, een lichaam van de opstanding. En als je kijkt in vers 16... De Heere zal zelf met een geroep, met de stem des archangels en met de bezuin Gods nederdalen van de hemel. En die in Christus gestorven zijn, zullen eerst opstaan. Dus wat gebeurt er? Je krijgt een geroep, een stem van een aartsengel en de bezuin. Dan komt Christus, komt hij naar beneden. En dat geroep, ja, hij komt dan naar beneden. Nou, ik zou zeggen, als je lichaam, maar als wij zeggen, we slapen, nou ja. Als je op een bepaalde tijd wakker wil worden, wat doe je dan? Dan zet je een wekker, toch? Nou, wat is bij ons nou de wekker? Ja, dat is wanneer wij wakker worden uit de dood, dat is bij die roep als Christus komt naar beneden. Kijk met mij mee even in Johannes 5 vers 28. Johannes 5 vers 28. En dat zegt Christus tegen Israël, dat weet ik. Maar kijk in 5 vers 28... Nou, ik lees ook even 25, Johannes. Voorwaar zeg ik u, de ure komt en is nu, wanneer de doden zullen horen de stem des Zoons Gods, en die ze gehoord hebben, zullen leven. Nou, inderdaad. Hij komt naar beneden met een geroep, en die zijn stem horen, die zullen leven. Kijk in vers 28. Verwondert u daar niet over, want de ure komt in welke allen die in de graven staan zijn stem zullen horen. Dus degenen die in de graven liggen, die zullen zijn stem horen en zullen uitgaan. En let op, die het goede gedaan hebben tot de opstanding des levens, en die het kwade gedaan hebben tot de opstanding der verdoemenis. Nou moeten we opletten. Maar dan moet je het woord en waar natuurlijk recht snijden. Want als de Heere komt, hè, wie gaan er dan opstaan? De leden van het lichaam van Christus. Niet de doden, ik zeg het niet goed, de zondaren, degene die verloren gaan. Dat is dus iets ook, als Paulus hier praat over deze gebeurtenis, dan zegt hij ook, ik zeg het u, door het woord des Heren. Hij openbaart iets nieuws. Want voordat wij er waren, het liggen van Christus, inderdaad, hij zal komen. Aan het eind van de grote verdrukking komt hij naar beneden. En degenen die gestorven zijn in Israël en alle gelovigen voor de bedeling der genade, die zullen opstaan en het koninkrijk ingaan. Maar er komt ook een moment, en dat is na de 1000 jaar, de grote witte troon. En dan zie je ook, daar zullen dan de doden opstaan. Maar niet ten leven, maar voor altijd naar de poel des vuurs. Ja? Dus ja, hij komt. Over welke komst hebben we het? We hebben het over zijn komst. Wat staat hier? In vers 17. Daarna, in 1 Thessalonicenzen, sorry. 5 vers 17. Daarna wij die levend overgebleven zijn, zullen tezamen met hen opgenomen worden. Tezamen met wie? Nou, wij die levend zijn, stel je voor, hij komt nu. En daar is een kerkhof. En stel je voor, daar liggen daar ook gelovigen in Christus. Zij zullen opstaan, wij zullen opstaan. En dan gaan we met elkaar, tezamen, de Heere, tegemoet in de wolken. We worden opgenomen. Daar komt het woordje ook opname vandaan. De opname. We worden opgenomen, dat is een gebeurtenis. Nou, dat noem je. Ja, dat is een opname. Kort opgenomen. En dan in de wolken, de Heere tegemoet in de lucht. En alzo zullen wij altijd met de Heere wezen. Nou, dan moet ik denken aan 2 Korinthe 5 vers 1. He? Eeuwig in de hemelen. Altijd met de Heere, oké. Maar dat betekent niet dat wij, als de Heere terug naar de aarde komt, dat wij meegaan, want wij zijn voor altijd in de hemelen gezet. Dus je ziet hier, als die stem, die roep hier, klinkt in vers 16, wie staan er dan op? Het lichaam van Christus. En verder niemand. En ook alleen zij zullen die stem horen. De gelovigen. Dat is wat Paulus ons leert. En dan zie je dat hij gaat nederdalen. Nou, wat wil dat zeggen? Als hij gaat nederdalen. Kijk, we hebben hier een mooie tekst. Maar stel je voor.
Dat is de derde hemel. Mijn leven is met Christus verborgen in God, toch nu? Ja? Dus God, waar zit hij? In de derde hemel. En hier heb je de aarde. Ja, de verhoudingen kloppen nou niet helemaal meer, maar goed. Dat moet je maar even voor lief nemen. De aarde. Nou, dan is dit de derde. En dit is de tweede. En dit is de eerste hemel. God woont daar in de derde hemel. Dus wat gebeurt er als de Heer ons komt halen? Komt hij vanuit de derde hemel? Komt hij ons halen? En in de lucht, hè? En dan, hup, terug daarheen. Dat betekent, wiens domein is dit? Van Satan. En hier ook, hè? Dus hij komt vanuit de derde hemel, tweede hemel en de eerste hemel door het domein van Satan heen. En dan komt hij ons halen en dan transporteert hij ons terug naar de derde hemel. Zodat wij later eenmaal hier geïnstalleerd zullen worden. Dat weten we. Eenmaal als Satan, dat lees je in Openbaring, uit de hemel is nedergeworpen op aarde. Dat is wel bijzonder dat dat gebeurt. Dus wij worden opgenomen naar die derde hemel. Nu is het nog het domein van Satan dit, de tweede hemel. Maar in Openbaring 19, daar hoeven we er niet heen. Dan wordt Satan op de aarde geworpen. En dan is het leeg. En dan worden wij. Dan is het ons domein. Ja? Met Christus gaan wij daar dan regeren. Dus dat is wat er gebeurt. En oké. En is dat een geestelijke zegening? Ja, want kijk met mij in Titus 2 vers 13. Ja, wat is een zegen nou eigenlijk toch? Ja? Dan, van een zegen word je toch heel blij? Ja. Ik kan wel zeggen, nou, ik ben gezond, ik ken de Heren. Nou, ik heb gelukkig, kan ik ook eten en drinken, ik heb een huis, kinderen, kleinkinderen. Nou, dan kan ik mezelf wel een gezegend mens noemen, toch? Ja? Ik ben dus ook nog aards gezegend, kan ik wel zeggen. Dus ik kan zeggen, nou, ik ben heel gelukkig. Ik ben een gezegend iemand, toch? Ja, dat ben ik zeker. Dus ik kan ook, als je het blaadje van Open Doors leest, dan zie je gelovige broeders en zusters. Nou, die zijn wel gezegend in de hemel in Christus, maar op aarde helemaal niks. Dan worden ze vervolgd. Maar we hebben allemaal die gezamenlijke, gezegende, heerlijke hoop. Titus 2 vers 13. Verwachtende de zalige hoop. Ja, zalig in de betekenis ook van gelukkig. Dat je blij bent, dat je gezegend. Die hoop is een zegen voor mij. Dat is een zalige hoop. Want ik ben al gezegd. Wat is nou een zalige hoop? Ja, ik ben gered. Maar ik bedoel niet de geredde hoop. Ja? In de betekenis. Ik zie ernaar uit. En als die komt. Nou, dat is voor mij een geweldige gebeurtenis. Waar ik heel, heel blij en gelukkig van word. Ja? Verwachtende de zalige hoop. En verschijning de heerlijkheid. Voor onze grote God. En onze zaligmaker Jezus Christus. Nou, dat is wat Paulus dus in 1 Thessalonicenzen laat zien. Dat is onze dagelijkse hoop. We verwachten de zalige of de gezegende hoop van onze grote God en zaligmaker. Christus is God en hij is onze redder. En dat is onze hoop die wij elke dag verwachten. Nou, we gaan door. Oh, ik wou nog even zeggen. Als je dus ziet met 1 Thessalonicenzen, die hele gebeurtenis, dat is wel een heel iets anders, want je hebt natuurlijk de komst van de Heere. Wanneer was de eerste komst naar de aarde hier? Dat was bij zijn geboorte in Bethlehem. Dan spreekt de Bijbel ook over nog een komst. Denk even niet aan Paulus. Maar denk dan aan zijn komst op het witte paard. Komt hij naar beneden, naar de aarde, om daar dus een eind te maken aan de antichrist en de rebellie op aarde. En dan zal hij. Nou ja, dan, dat is geen vrolijke gebeurtenis als je een vijand van Christus bent. Ogen van een vuur des vlams. Komt hij om te oordelen en krijg te voeren in gerechtigheid en die wijnpers aan te draaien. Dat alle ongelovigen zullen, de tegenstanders daar die de antichrist hebben gevolgd, die zullen daar vernietigd worden. Dat is ook een komst. Ja? Nou, dat is geen zalige hoop hoor, dan wat er dan gaat gebeuren voor de wereld. Zeer zeker niet. Dus je ziet, het is een heel andere gebeurtenis. Kijk met mij mee ook even in Matteüs. Matteüs 24. En dat wordt vaak verward met de opname.
Of onze toevergadering, hè, zoals Paulus het ook noemt. En Matteüs 24, ja, voordat ik het woord de waarheid recht sneed, zat ik hier ook in te lezen en zat ik ook te puzzelen wel eens, hoor. Is dat, ja, dat wordt overal geleerd, opname, en dan zie je ook, hij komt naar beneden, dan denk ik, nou ja, oké. Maar er staan ook wel dingen in, denk ik, ja, het was altijd toch een beetje, dat je het nooit, er zat altijd iets dat je denkt, ja, er zitten dingen in die begrijp ik niet, of dat zie ik ook liever eigenlijk niet gebeuren dan het opname, als ik dat in 1 Thessalonicense 4 lees. Want kijk in Matteüs 24 vers 27, als Paulus schrijft over de opname, hij komt naar beneden in de lucht naar ons, dan zien wij naar uit en wij gaan hem tegemoet, ja. Maar de wereld zelf hoort die stem niet. En het gaat ook niet met veel gedoe gepaard. Nee, het is pling, we gaan het zo zien. Maar kijk hier, Matteüs 25 vers 27. Want gelijk de bliksem uitgaat van het oosten en schijnt tot het westen. Nou, je kent wel eens een bliksem, hè? En dan zie je dat licht zo helemaal gaan. Wat zei ik? Oh, Matteüs 24 vers 27, ja, sorry. Hij vergelijkt het net als de bliksem die uitgaat van het oosten en schijnt tot het westen. Alzo zal ook de toekomst van de Zoon des Mensen zijn. Dus dat wil zeggen, iedereen zal het zien. Allemaal. Het is hoorbaar en zichtbaar voor iedereen in tegenstelling tot de opname. Dat ziet niemand, hoor, als wij worden weggevoerd. En kijk, want even kijken, in vers 29. En terstond, na de verdrukking die dagen, zal de zon verduisterd worden. En de maan zal haar schijnsel niet geven. En de sterren zullen van de hemel vallen. En de krachten der hemelen zullen bewogen worden. Kijk, dat is dus hier in de eerste en de tweede hemel. Maar dat, bij de opname is het daar gewoon stil. Dat gebeurt helemaal niet. Dus je ziet dat het heel anders is. Dit kan niet over ons gaan. En als dan zal in de hemel verschijnen het teken van de Zoon des Mensen. En er zullen alle geslachten van de aarde wenen en zullen de Zoon des Mensen zien. Ze zien hem allemaal komen. Op de wolken des hemels met grote kracht en heerlijkheid. En hij stuurt ook zijn engelen uit met een bezuin van groot geluid. En zij zullen zijn uitverkorenen bijeenvergaderen. Wie zijn die uitverkorenen? Let op, waar staat dit? Aan wie is dit geschreven? Aan Israël. Die gaat die vergaderen over de wereld. Waar naartoe? Naar Israël. Maar het gaat niet over ons. Engelen hebben die bediening met ons ook helemaal niet. Dat weet je ook al, het gaat over Israël. Dus kijk ook even. Dus het gaat gepaard met veel tekenen en machtsvertoon. En kijk in Zacharia 14, vers 4. Dat gaat er ook over. En vers 3, de Heere zal uittrekken. Ja, hij zal naar beneden komen. Hij zal strijden tegen de heidenen. Wat Zacharia 14, vers 4. 3. En dan komt hij, dat is dus wat je leest in Openbaring. Dat hij op dat witte paard naar beneden komt. En dan zal hij strijden. Als hij voor ons komt, wordt er helemaal niet gestreden. Hij voert ons veilig wel door het vijandelijke gebied van Satan heen. Misschien dat die wolk ook dus een wolk van engelen is. De hele engelenschade die ons met Christus begeleidt. Maar hier zie je wat anders staan. Gelijk ten dagen als hij gestreden heeft, ten dagen des strijds. En zijn voeten zullen te dien dagen. Nou, als te dien dagen, dat slaat dan altijd op het boek Openbaring in die tijd. Kijk, zullen te dien dagen staan op de Olijfberg die voor Jeruzalem ligt tegen het oosten. En de Olijfberg zal in tweeën gespleten worden naar het oosten en naar het westen, zodat er een zeer grote vallei zal zijn. En de ene helft des bergs zal wijken naar het noorden en de helft is zelfs naar het zuiden. Nou, enzovoort, enzovoort. Maar ziet hij, dat is ook nogal wat, zeg. Jij bent in Israël geweest, jij ook. De Olijfberg heb je dan gezien. Ik ken het alleen van de plaatjes. Nou, dan stel je dat eens maar even voor, hè, dat hij in tweeën gespleten wordt. En zijn voeten zullen staan op de Olijfberg. Dit kan je dus allemaal lezen. Toen Paulus nog niet geroepen was, stond dit al in de Bijbel. Israël kon dit weten, dit gaat gebeuren. Dus daar is geen verborgenheid aan. Het is niet geheim, het is voorspeld. Matteüs, dat is dus voorspeld. Christus zegt gewoon nog meer daarover als hij naar de aarde komt.
Maar kijk, 1 Korinthe 15, daar komt Paulus. En die praat ook over de komst, maar dan zegt hij iets anders. We zien, het gaat helemaal niet met dat grote massatoon en teken in de hemel en dat soort allemaal. Helemaal niet. En in 1 Korinthe 15 vers 50 zegt hij, doch dit zeg ik, broeders, als de apostel van de heidenen, dat vlees en bloed het koninkrijk Gods niet beërven kunnen. En de verderfelijkheid beërft de onverderfelijkheid niet. En Paulus spreekt over het koninkrijk Gods waar? Hier in eerste instantie, maar straks als wij hier gaan regeren. Daar kan je dus niet met je sterfelijke, verderfelijke lichaam heen, want dat is nog het lichaam de zonde. En daarom krijgen wij bij de opname ook dat nieuwe lichaam. Zie, ik zeg u een verborgenheid, daar heb je het. Zie je dus wat Paulus spreekt over als de Heer ons komt halen en ons dat nieuwe lichaam geeft. Dat is een verborgenheid. Dus wat wij lezen voor Paulus over de komst van Christus op de aarde en na Paulus bijvoorbeeld in Openbaring, dan weten wij, dat was niet verborgen. Want kijk, wij zullen wel niet alle ontslapen, maar wij zullen alle veranderd worden. Nou, dat zegt in de 1 Thessalonicenzen 4 ook. De gestorvenen zullen opstaan en degenen die levend zijn, zullen op dat moment in een punt des tijds, vers 52, in een ogenblik. Ogenblik. Een blik van het oog. Ja? Je knipt het en het is gebeurd. Ja? Wat gebeurt er dan? Dan worden we veranderd. Kijk dan, met de laatste bazuin, want de bazuin zal slaan en de doden zullen onverderfelijk opgewekt worden en wij zullen veranderd worden. Nou, wie zijn nou die doden? Dat zijn onze broeders en zusters vanaf Paulus. En de levenden, dat zijn degenen die nog leven als hij komt. Dus gaan we mee naar 1 Thessalonicenzen 4. Ik stipte het net al even aan. Paulus zegt, ik zeg u een verborgenheid. En in 1 Thessalonicenzen 4 vers 15 zegt hij, want dat zeggen wij u door het woord des Heren. Dat is, Paulus heeft een openbaring daarvan gekregen, van de Heer Jezus. Paulus was een fariseer. Wat wist hij? Hij wist alles wat in het Oude Testament stond. Dus over de olijfberg dat hij zou splijten. Dat wist hij. Hij wist dat er een koninkrijk op aarde zou komen met Messias voor het volk Israël. Maar dit is heel wat anders. En dit is als wij worden opgenomen en het is een verborgenheid. Dus let op, hij komt naar beneden voor ons, maar wij geloven in de opname. Dat hij ons komt halen in de lucht elke dag. En niet dat hij komt op aarde. Nou, is dat een geestelijke zegening? Ja, zeker is dat een geestelijke zegening. We gaan ook zien, kijk als we naar 5 vers 24 gaan trouwens. Maar ik kom dan in het tweede gedeelte nog wel op. Oh nee, in 2 Thessalonicenzen kom ik dan op. Want hij haalt ons ook niet zomaar op. Hè? Het heeft ook een bepaald doel, namelijk de bedeling der genade is afgelopen. En dan komt die tijd dat je ziet dat hij met een ogen als vuur des vlams komt om te oordelen om in die grote bedrukking. En Paulus zegt, daar zijn jullie nou van gered. Dat is een andere tijd, een ander programma. Nou, ja, dan ben ik ben blij dat ik in dit programma zit, ja. En dat we ook niet zomaar opeens weer in een ander programma zitten, nee. Krijg je natuurlijk ook allemaal verwarring. En dat is er ook, omdat je het woord de waarheid direct snijdt, dan ga je die dingen allemaal op één hoop gooien. Dus wij hebben daar rust en vrede in. En ik verwacht hem elke dag, mijn zalige hoop. Daar zie ik naar uit dat hij komt. Hè, ik heb het al vaker gezegd, we hadden hier ook een broeder in Sassenheim. Daar heb ik het toen ook verteld, die dacht echt nog, die sneed niet recht, dat hij dus de komst van de Heer zou meemaken zoals hij naar de aarde kwam. Daar was hij echt niet blij mee. En toen hij dit hoorde, viel er zo'n last van zijn schouders. Hij was zo blij daardoor. Nou, is dat een gezegende hoop? Is dat een zegen, geestelijke zegening? Jazeker, absoluut. Nou kijk, 5 vers 24, zien we ook nog wat staan. Hij die u roept is getrouw die het ook doen zal. Dat vind ik ook wel een zegen. Hij die u roept, wij zijn geroepenen toch? Ja, wij hebben ons laten roepen. Hij roept ons nog elke dag toch? Dat wil zeggen dat wij voor hem gaan leven. Maar je ziet hier, hij is getrouw. Dus hij is getrouw die het ook doen zal. Wat zal doen? Nou, we moeten altijd opletten dat we de tekst in de context zien, ja? Kijk,
vers 23. De God des vredes zelf heilig u geheel en al. Wat is nou de wil van God? De wil van God is, als je hoofdstuk 4 kijkt, vers 3. Was het? Ja. Want dit is de wil Gods, uw heiligmaking. En hier in verband met hoererij. Maar heiligmaking op allerlei manieren natuurlijk, op allerlei fronten. Niet alleen van de hoererij. Heiligmaking is apart. Jezelf apart zetten van de dingen waarvoor je niet voor geschapen bent. Je bent niet een nieuw schepsel om zondige dingen te gaan doen. Nee, je bent een nieuw schepsel om de Heer te dienen en juist de dingen, dat soort dingen af te leggen. Dat is heiliging. Want ik ben heilig. Dus leef wie je ook werkelijk bent in Christus. Nou, als hij zegt in 5:24, die u roept, is getrouw die het ook doen zal. Ja, dat is juist zo mooi. Je weet, ik kan, als ik met mensen ook praat, over het evangelie, dan zie je altijd, ik had van de week ook weer een heel gesprekje met iemand, maar dan zie je altijd, het staat en valt met of je gelooft dat de Bijbel waar is. Ja? En daarom kom je ook heel erg overtuigend en rotsvast en zeker over. Dat is niet omdat ik zo zelfverzekerd ben, maar ik ben zelfverzekerd omdat ik kan helemaal op dit woord vertrouwen. Ik weet gewoon, wat er staat is gewoon waar. En wat hij zegt, dat gaat hij ook doen. Nou, die man die was een wetenschapper, die bestudeerde de sterren. En hij zat boven te vergaderen. Hij zit op de universiteit in Amsterdam, geeft hij colleges en zo. Helaas heb ik met hem, hij moest maar vergaderen constant. Maar met zijn vrouw heb ik dan wel het een en ander gesproken. En toen kreeg ik het ook hierover. Ik zeg, ja, hoe zou het dan zijn? Wat denkt uw man dan als hij naar die sterren kijkt? Jullie weten al waarom ik dat vraag natuurlijk. Ja, hoe komt dat daar allemaal zomaar natuurlijk? Ja, nou ja, toen merkte ik al dat evolutie en zo, dat soort dingen natuurlijk. En ik zeg, nou ja, dat zou ik wel eens graag wat over willen praten met je man. Nou, dan vraag je dat toch als je tijd hebt, maar ja, dat kwam er helaas niet van. Maar dat, dan denk je, ja, dus dat is wat natuurlijk bij je opkomt. Dus hé, daar zit een maker, een schepper achter. Maar toen zei die mevrouw ook, ja, nou ja, nee, maar weet je, ik geloof niet het geloof. Nee, dat we geloven, respecteren alle geloven, nou, bla 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 bla. En ik geloof niet dat je een wetenschapper, die is gewoon niet gemaakt voor geloof. Ja, dat moet bewijs zijn. Ik zeg maar, dan gelooft u waarschijnlijk in de evolutie natuurlijk. Want hoe is dat anders gekomen? Nou ja. Ik zeg maar ja, dat is ook wel geloof. En toen was het natuurlijk even stil. Want ja, je gelooft ook niet wat niet bewezen is. En dat heb ik al zo vaak gemerkt. Ja, wel, want er zijn toch wel bewijzen van bla bla bla. Ik zeg, nou weet u maar één bewijs geven. En dan allemaal. Ja, nee, ja, dat weet ik nu ook even niet. Maar er zijn natuurlijk genoeg bewijzen van gevonden en professoren. En noem, maar als je er één moet noemen, dan weten ze het echt nee hoor. Want dat is het natuurlijk ook niet. Daarom is het ook een geloof. Dus ja. En dan zeg ik, ja, Genesis 1 vers 1. In het begin schiep God de hemel en de aarde. En dat is een rotsvaste overtuiging. Er is gewoon geen twijfel over mogelijk. Want ik kan roemen in wat ik hier zie staan. Hij die u roept is getrouw, die het ook doen zal. Dus wat hij zegt, dat doet hij ook. Er is geen twijfel over mogelijk. Nou, en dat is dan ook in verband met die heiliging. Als je kijkt in vers 23. De God des vredes zelf heilige u geheel en al. Helemaal. Kijk erachteraan. Wie zijn dan geheel en al? Wat is dat dan? Nou, dat ben ik. Ik ben ook een drie-eenheid. Namelijk geest, ziel en lichaam. Dit is eigenlijk een gebed van Paulus. Want hij zegt, de God des vredes zelf heilige u geheel en al. Dus hij zegt eigenlijk dat de God des vredes zelf jullie maar helemaal mag heiligen. Dat is heilige, zegt hij. Hij staat niet heiligd. Dat betekent, oh, dat gebeurt gewoon. Nee, heilige staat er. Dat hij dat maar mag doen. Dat zijn gebed voor hun. En uw geheel oprechte geest en ziel en lichaam. En. Dus dat is, we zijn een eenheid. Een drie-eenheid eigenlijk. En dan staat er, worden onberispelijk bewaard in de toekomst van onze Heer Jezus Christus. Dus dat wil zeggen, uw geest, ziel en lichaam, dat die maar onberispelijk bewaard mogen worden in de, als die komt. In de toekomst, dat betekent als die komt. Dus tot hij ons komt halen. Dus zijn gebed is dat je geest, je ziel en lichaam, dat die maar onberispelijk bewaard mogen worden. Nou, wat betekent dat dan? Ik ben toch onberispelijk? Ja,
Hij praat hier ook niet over je positie, want die is onberispelijk. Mijn lichaam nog niet, hè? Dat krijg ik nog vernieuwd. Maar in mijn dagelijks leven, wat gaat in mij heersen? Mijn lichaam, waar de zondige natuur zit, of ga ik heersen? Dat is onberispelijk bewaren. Doet alles ter ere van God. Geest, ziel en lichaam. Als je gelooft, gelovig geworden bent, is het goed. Is het normaal dat je gaat veranderen? Ja, verandert je lichaam ook dan? Nou ja, dat verandert, ja. Dat veroudert, dat klopt. Dat houdt de Heer niet tegen. Dus ja, dan krijg ik gelukkig wel dat nieuwe lichaam. Maar mijn lichaam kan nog heel veel zondige dingen begeren. En je weet, de zonde brengt altijd dood voor. Als jij toegeeft aan de begeerlijkheden van je lichaam. Nou, kijk maar naar het ziekenhuis. Een heleboel mensen liggen daar, zitten daar vanwege consequenties van een bepaald gedragspatroon in hun leven. Ja? Ja. Als je veel naar de hoeren gaat, kan je seksuele aandoeningen krijgen. AIDS is daar bijvoorbeeld toen de tijd ook een gevolg van. Je krijgt allerlei gevolgen. En mensen worden ook ziek natuurlijk. Dat is nou helemaal door de zonde. Maar je kan ook heel veel dingen krijgen door zondig gedrag. Ja? En ik heb gemerkt, toen ik geloofde, dat Gods geest kan in mij wonen. Nou, mijn geest, mijn ziel, maar ook mijn lichaam. Heb ik meer onder controle gekregen om bepaalde dingen niet te doen die ik toen niet kon weerstaan. Denk maar eens aan bier drinken als ik het daarover... Een voorbeeldje. Ja? Nou, dat heeft allemaal met matigheid te maken. En matigheid is een vrucht van de geest. En het heeft een uitwerking op jouw lichaam. Absoluut. Ja? Want voorheen was het lichaam de baas. Maar nu is de geest de baas. Als ik hem tenminste ook de ruimte geef, ja? Als ik ook de Heere gelegenheid geef om in mijn lichaam te gaan werken. Kijk, ik heb eeuwig leven. Dat is inclusief mijn lichaam. Dus, je weet, de wereld die verzoekt ons op 3 punten, toch? Dat is juist op de geest, de ziel en het lichaam. En Johannes 7, 16 zegt toch, al wat in de wereld is. Wat is allemaal in de wereld? Nou, dat is de begeerlijkheid des vleeses, de begeerlijkheid der ogen, wat je ogen zien. Je ogen zijn de vensters van je ziel. En de hoogheid of de trotsheid, dat is de geest. Nou, op die 3 punten werd de Heer Jezus verzocht. Op die 3 punten werd wie nog meer verzocht? Er is de zondeval gekomen. Eva werd ook op die 3 punten verzocht. Ze zag die vrucht, die was begeerlijk om te eten. Ja? En daar hebben ze van gegeten. Terwijl ze van die boom toch niet mocht eten. Hè? Zeg ik toch goed? Ja. Dus ja, zie je, dus die verzoekingen die zijn er tot op de dag van vandaag. En ook op ons lichaam. Maar hoe overwin je dat dan? Hoe ga je dus je ziel en je geest en je lichaam onberispelijk bewaren totdat die komt? Nou, je kan natuurlijk naar de sportschool gaan en je kan natuurlijk allerlei dingen doen, gezond leven. Dat is ook maar de vraag, wat is tegenwoordig gezond? Want ja, sommigen zeggen, je mag geen brood meer eten. Je moet heel veel water drinken, wijd water drinken. Je moet veel vitamines nemen, al dat soort dingen, ja. Het is een complete, dat je denkt, maar ik weet 1 ding zeker. Als we naar Titus gaan, de zaligmakende genade is de oplossing. Kijk. Titus 2 vers 11, want de zaligmakende genade Gods is verschenen aan alle mensen en onderwijst ons. Het is de genade die mij onderwijst. Die maakt mij wijs. Niet in de dingen van de wereld. Ja, ik weet de dingen te beoordelen nu vanuit de Bijbel. Maar wat is dat dan? Dat wij de goddeloosheid en de wereldse begeerlijkheden verzakenden. Ons daar van afkeren. Dat leert de genade. Men zegt wel eens van de genade natuurlijk. Oh, dus dan kan je maar je gang gaan. Ja, dat kan. Maar dat is niet wat de genade ons leert. Ons onderwijst. Dat zou heel dom zijn. Maar dat onderwijst de genade niet. Nee, die onderwijst ons juist dat wij de goddeloosheid en die wereldse begeerlijkheden. Nou, 1 Johannes 7, 16 heb ik net genoemd. Die 3 punten. Daar worden wij op verzocht. Misschien kunnen we... Hou je vinger hierbij. Zal ik hem wel even erbij lezen. 1 Johannes 7, 16. Voor de zekerheid. 1 Johannes 2, vers 16. Kijk, daar staat het.
Ik lees 15 ook even. En het gaat over de grote verdrukking, dat weet ik. In die tijd. En die tijd tussen de opname en de grote verdrukking en de grote verdrukking zelf. Maar dan zegt hij, heb de wereld niet lief, nog hetgeen in de wereld is. Dat wil niet zeggen, ik mag niet. Ik vind het leuk, vogeltjes, dat je daar niet, dat je die niet lief mag hebben, die schepping. Of dat je geniet van de natuur. Nee, natuurlijk wel, dat vind ik prachtig. Het gaat hier over het systeem. En in de grote verdrukking is dat het systeem van de antichrist. Nu is het ook het systeem, en dat is satanisch natuurlijk. En dat is nu ook zo, want de wereld waarin wij leven is satanisch geïnspireerd. En dus hij zegt, daarom hebt de wereld niet lief, nog hetgeen in de wereld is. Ja? Dus het betreft niet de natuur. Zo iemand de wereld lief heeft, de liefde des vaders is niet in hem. Nou, vooral in die tijd praat je over 666, de antichrist. Maar kijk, want al wat in de wereld is, namelijk de begeerlijkheid des vleeses, dus is het jouw lichaam, en de begeerlijkheid der ogen, nou dat is dus je ziel. Je ziel verlangt ook dingen. En de wereld appelleert daaraan, die biedt dat aan. En ik geloof wel, de een is gevoeliger voor dit en de ander is gevoeliger voor dat. Maar ons vlees voelt zich net zo thuis in die begeerlijkheden van de wereld als een vark in de modder. Ja, die voelt zich daar, vindt dat heerlijk. Die wentelt zich daarin. Onze zondige natuur ook. Dat is allemaal de zonde. Kijk, en dan de grootsheid des levens. Kijk, en dat is die trots. En dat is de geest. Zie je, die drie punten, dat is in de wereld en daar wordt de mens op verzocht. Vanaf Eva al. Ik zei het al, ze zag die boom. Satan heeft haar daar die begeerlijkheid opgewekt. Hè? Want ze hadden naar God geluisterd. God had gezegd, nou, je mag van alle boom vrijelijk eten, behalve die. En dat was de boom van de kennis van goed en kwaad. Nou, dat is maar één gebod. Mag je van alle bomen eten, behalve die ene. En dat is dus al een gebod dat voor de mensen te moeilijk is. En dan zie je wat er gebeurt. Maar ook gelijk genoeg is dat de gemeenschap met God verbroken werd. Dat kon niet bestaan. Zo is de zonde in de wereld gekomen. Maar doordat Satan dus, heeft God niet gezegd, ging die twijfel zaaien. Er is natuurlijk nadenken. Ook met de geest zie je het. Nou, en Christus is ook op die punten verzocht. Alleen hij is op geen punt, is hij bezweken. Of zeg het eigenlijk niet goed. Is hij op ingegaan? Hij kwam elke keer met het woord. En als Satan een beetje had nagedacht, dan weet hij, God kan niet verzocht worden. Christus werd wel verzocht, maar hij kon natuurlijk niet verzocht worden tot het kwade. En daarmee liet hij ook zien, hij is de enige mens op aarde geweest, tot de dag van vandaag, die daar tegen bestand was. Die daar niet op ingegaan is. Dus geen mens, iedereen is verzocht op die punten. Nou, en dan, ziet het is niet uit de wereld, maar uit de vader, maar uit de wereld. En de wereld gaat voorbij en haar begeerlijkheid, maar die de wil van God doet, blijft in der eeuwigheid. Dus ja, als je teruggaat naar 1 Thessalonicenzen. Oh, Titus, sorry, ik zeg het goed. Ik week even uit, ja. Naar Titus 2. Nou, dan zie je dus. Kijk, zij worden niet onderwezen door zaligmakende genade. Dat is bij ons zo. Kijk, de wet is voor Israël, maar wij vallen onder de zaligmakende genade. Die onderwijst ons en is voor iedereen. En die onderwijst ons, het lichaam van Christus, dat wij de goddeloosheid en de wereldse begeerlijkheden verzaken. Nou, dat hebben we nu gezien wat dat is. En dan matiglijk en rechtvaardiglijk en godzaliglijk leven zouden in deze tegenwoordige wereld. In die tegenwoordige wereld, we lazen net wat dat is. En Paulus noemt dat boze wereld. Waarom is hij boos? Omdat hij satanisch geïnspireerd is. Nou, matig, rechtvaardig en godzalig. Nou, dit is dus het overwinningsleven. Matig leven, wat is dat? Nou, dat heeft met jezelf te maken. Dat is dus wat ik net al zei. Je hebt wat tegenover van overstellen van matig, dat is natuurlijk onmatig. Er zit geen grens aan.
Ja, onmatig. Als ik denk aan vroeger bijvoorbeeld. Dan zie ik dat ook wel dat dat klopt. Want, nou ja, simpel voorbeeld. Als ik ging naar feestjes en bier drinken en zo. Maar ja, ik stopte pas als ik niet meer kon. Ik bedoel, er zat geen matigheid meer in. Ja, als je s'avonds... Zo was het. Die matigheid had ik niet. Dat was toen onmatig. Want vlees heeft nooit genoeg. Dus matigheid heeft ook met dat je jezelf onder controle hebt. Ja, niet onmatig, maar matig kan leven. En dat is de oplossing voor alles. Dus dat heeft met matig met eten, drinken, in alles. Wij zeiden vroeger, en dat hoor je natuurlijk nog wel eens, overal waar te voor staat, is niet goed. En dat klopt. Maar de Bijbelse uitdrukking is gewoon matig leven. Er zit het woordje mat in. Ja? Mat leven. Niet dat je de hele tijd zo moet gaan lopen. Maar dat je... Een ander woord voor matig leven is ook bezonnenheid of zelfbeheersing. Ken je het woord zelfbeheersing? Natuurlijk ken je dat. Dat betekent dat je jezelf kan beheersen. Nou, kijk, als je niet gelooft... Ja, nou ja, dan doe je gewoon de dingen die je graag wil en je geeft eraan toe. Maar als je gelooft, dan wil je bepaalde dingen niet meer. En dat kan je dan niet in je eigen vlees doen, maar de genade die onderwijst mij dat. En door zijn geest werkt hij in die inwendige mens. En nu kan ik dus wel matig leven. En dat kan ik niet aan mezelf, maar als de geest die dat doet, geleerd door die zaligmakende genade, die dat door zijn geest in die inwendige mens dat sterkt. Dus matig leven, dat is dus in de eerste plaats, ik weet nog, als je gered bent, dan is het toch in de eerste plaats gaat het om jou toch? Ja, je wordt gered omdat je denkt, ik ga verloren. Nou, dat is egoïstisch, kan je zeggen. Ja, nou, ik wil niet naar de hel, dus ik ben gaan geloven. Dus dat ging op dat moment om mijzelf. En dan gaan de dingen veranderen, je gaat de Bijbel lezen en dan ga je zien wat hij allemaal gedaan heeft voor jou. En dan ga je daar veranderen. Maar dat krijgt de omgeving natuurlijk ook mee te maken. En dan kom je bij de volgende stap, rechtvaardig leven. Dan krijg je andere mensen met jouw veranderde staat te maken. Zeker als je tenminste je laat veranderen door het woord. Maar je ziet hier, matig leven, dat is dus naar mijzelf toe. Rechtvaardig leven heeft te maken, nou, als je getrouwd bent, heb je het eerst natuurlijk met je vrouw te maken, met je kinderen. En daarbuiten de deur krijg je met je werk of weet ik veel waar je zit, krijg je daarmee te maken. Rechtvaardig leven. In mijn geval, ik heb een bedrijf, bijvoorbeeld zwart werken. Ja, dat ging bij mij ook veranderen. Sindsdien ook nooit meer gedaan. En dat had daar natuurlijk ook mee te maken. En dan kregen die mensen, maar ook vrienden van mij, die ben ik daardoor kwijtgeraakt. Want de Bijbel leert al, als je het prediker of spreuken leert, de goddeloze heeft een gruwel aan de rechtvaardige. En de rechtvaardige heeft een gruwel aan de ongoddeloze. Ik moet wel goed citeren, dat wil zeggen, de liefde van Christus dringt ons om hun het evangelie te verkondigen natuurlijk. Maar de daden, ja. En dat is, zo staat het een paar keer in de prediker en spreuken. Echt waar, dat is precies zo. Dus ja, en dan krijg je het ook dus te maken, als jij rechtvaardig gaat leven, ja, dat hebben mensen dan, die nog in hun leven zitten, met mijn vrienden ook toen. Ja, ik deed bepaalde dingen niet meer mee, dus die vriendschap werd toen ook beëindigd. Want dat willen ze niet. Maar dat had te maken met het rechtvaardige leven, wat door de zaligmakende genade was. Zie je, daar krijgt de omgeving ermee te maken. Dan zie je zo'n verandering. Ja, zeker. Ik ben rechtvaardig verklaard, maar ik ga nu ook rechtvaardig leven. En dan krijg je de volgende stap, nog eentje. Dat is godzalig leven. En dat is zalig voor God leven. Dus dat is ook wat de zaligmakende genade mij leert. Dat ik zalig voor God kan leven. Dat ik kan leven voor hem wat hem wel behagelijk is. Een vroom leven leiden. Dus dat is mijn relatie naar God toe. Dus ik heb de zaligmakende genade die mij verandert. Die mij verandert in mijn relatie tot mijzelf. Want hoe kijk ik nu naar mezelf? Nou, in Christus. Mijn leven is met Christus verborgen in God. Mijn relatie met mijn omgeving. Mijn doen en laten. En mijn relatie naar God toe. Omdat ik word waar het recht snijdt. Het is de zaligmakende genade.
kan ik nu zo leven? En dat is wat hij dus in mij doet. Dus als we terug naar 2 Thessalonicenzen, 1 Thessalonicenzen gaan. Dan zou ik willen zeggen, dat is de overwinning. Als Paulus spreekt in de Romeinen, wij zijn meer dan overwinnaars. Waarom zegt hij dan meer? Gaan we even naar Romeinen 8. En dan ga ik afsluiten. Romeinen 8. Vers 35. Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking of benauwdheid of vervolging of honger of naaktheid of gevaar of zwaard. Gelijk geschreven is, want om uwentwil worden wij de ganse dag gedood. Wij zijn geacht als schapen der slachting. Maar in dit alles, hij zegt niet over dit alles, in dit alles, dus in die omstandigheden, ook al zit je, als je dat blaadje leest, met Open Doors bijvoorbeeld, je bent een overwinnaar, maar je weet ook, met dit evangelie ben ik in die omstandigheden, ook al ziet het er soms uit als een nederlaag. Kijk, Christus aan het kruis, dat zag er toch ook uit als een nederlaag, of niet? Ach, die arme man, een goede man, heeft hij nou helemaal gedaan. En hebben ze aan het kruis geslagen. Ook zielig, ja. Maar toen hij zei, het is volbracht, dat was, in die dood was het de overwinning. Ja? En ook meer dan een overwinning, alleen dat hij ons gered heeft. Het is natuurlijk voor Israël geweest, het is voor ons op, hier in deze bedenking der genade geweest, maar ook in ons dagelijks leven zijn wij een getuigenis, ook naar de engelen toe, hoe Gods genade, ellendige zondaars, hoe die nu onder de wet niet konden dienen eigenlijk, want de zonde nam maar toe, daar waren dan ook die offers voor. Wij hebben nu geen offers voor de zonde en een tempel, om dat elke keer maar te gaan offeren voor vergeving. Nee, wij hebben Christus die voor mij stierf aan het kruis. Ik heb een voortdurende vergeving. En nu heb ik een motivatie om uit dankbaarheid en niet uit angst voor de wet en alles zal in mij straffen, dat ik nu vrijwillig hem kan dienen en hij stelt mij daartoe in staat om een overwinningsleven te leiden in deze godenvijandige wereld. Dat is iets geweldigs. Dus ja, in dit alles, dat ziet er misschien soms niet zo uit, maar we zijn meer dan overwinnaars door hem die ons lief gehad heeft. Want ik ben verzekerd dat nog dood, nog leven, nog engelen, nog overheden, nog machten, nog tegenwoordige, nog toekomende dingen, nog hoogte, nog diepte, nog enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus ons Heer. Dus als je die omstandigheden ziet, vers 35 en 36, het gaat hier niet zozeer over eeuwige zekerheid. Het gaat hier dat wij niet kunnen gescheiden worden van de liefde. Wij kunnen niet gescheiden worden van Christus. Kijk, mijn leven is met Christus verborgen in God. Wie kan ons daar nou uit halen? Niemand. Ikzelf niet eens. Satan niet. Ook bijvoorbeeld het zwaard, dat is de overheid. Want die draagt het zwaard niet te vergeefs. Dus je ziet ook Christen die vervolgd zijn, die gemarteld zijn, die, denk aan Rome aan die tijd, in het Colosseum, daar zijn gedood allemaal. Maar er is er niet één die gescheiden werd van God en ook gescheiden werd van de liefde van Christus. Want je weet één ding, die dingen die komen niet omdat jij bijvoorbeeld met je geloof niet goed gehandeld hebt. Dat je verkeerde, dat God dan boos op je is of je straft of zo. Nee, dat zijn dingen die zijn juist overkomen omdat jij God lief hebt en voor hem wil leven in een onrechtvaardige wereld. Wij leven in een hele bevoorrechte positie. Wij hebben het nog niet heel slecht gehad met ons geloof, toch? Als je het daarom gaat. Maar je ziet wel, er is al een andere tijd aan het gaan in deze wereld. Een omslag. Dat je ziet, het geloof. Vroeger wist iedereen, in Europa kijkt de hele geschiedenis. Je hoefde nergens te zeggen van, iedereen wist wie Christus was, wie God was. Ik zeg niet dat ze allemaal gered waren, maar men wist allemaal van de Bijbel, van Christus, van God, de schepping en dat soort dingen. Gelooft of je gelooft het niet, maar tot in de hoogste regionen, de koningen, de paus, keizers, dat had allemaal daarmee te maken, had allemaal een relatie ermee en daar werd naar gehandeld in de historie, goed of kwaad. Maar als je nu gaat vragen, dan kom je gewoon mensen, kan je ermee tegenkomen die weten niet eens bijvoorbeeld
Als je zegt over Adam bijvoorbeeld, wie is dat? Dat weet men gewoon niet. En ik heb ook wel eens gehoord dat iemand zei, Jezus, wie is dat? Kan je haast niet voorstellen. Dan kom je dus in de tijd terecht die Paulus heeft ook aangetroffen. Wat dat betreft wil ik niet ontmoedigend zijn, normaal niet. Maar wat dat betreft zie je gewoon een verandering. Ja, en zo gaat het altijd. Dus het is in Europa gekomen en je ziet het langzaam gewoon als het ware wegtrekken. Nou ja. Maar onze tekst is, vers 24, eindig nu mee. Dat is dus de overwinning voor ons. Het overwinning, ik ben meer dan overwinnaar. Dus 1 Thessalonicenzen 5, vers 24. Hij die u roept, is getrouw die het ook doen zal. En dat is het gebed van Paulus. Hij zegt wel, en uw geheel oprechte geest en ziel en lichaam. Oprechte geest. Wat is oprecht? Oprecht met God. Ja, ik wil hem dienen in zijn woord. En dan zoals hij dat nu aan ons bekend heeft gemaakt. Via de apostel Paulus. En dan zal je ook zien. Dan zal hij het ook doen. En dat is juist zo mooi. Dat is het vertrouwen wat je mag hebben. Dat is voor mij ook een geestelijke zegen. Vers 24. Dat ik weet. Hij is getrouw die het ook doen zal. Alleen verwacht geen dingen die hij nu niet zal doen. Verwacht geen dingen dat hij je gaat genezen als je ziek bent. Maar verwacht wel van hem dat hij weet dat hij jou in die omstandigheden sterkt. Dat weet je wel. En dat doet hij. 100% zeker weten. En daar kan je altijd op vertrouwen. En die het doen zal ook op andere gebieden. Ik weet, hij komt. Ik zei het een keer tegen iemand die begon me uit te lachen. Dat hij in de lucht komt halen. Geloof je in science fiction? Wat een onzin. Ja, die snapte dat niet. Maar ik weet één ding. Het klinkt heel raar voor mensen die het niet weten. Maar ik weet dat het gaat gebeuren. En misschien wel zo meteen, ja? Vader, dank u wel, Vader, dat het woord duidelijk en helder is. En dat wij zo'n heerlijke hoop hebben. En dat u zo'n elke dag kunnen verwachten. In de naam van de Heer Jezus. Amen.